Personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, hebben deze maand weer laat hun salaris ontvangen. Ook het personeel van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, had tot gisteren geen loon ontvangen. Laatstgenoemde heeft wel de vakantiegelden uitbetaald. Alle drie bedrijven zijn overheidsstichtingen en normaal ontvangt het personeel de 28e van de maand het loon. De leiding liet echter in een circulaire weten dat het wat later zou worden. Uit onvrede verlieten de werknemers van het ABS en de SAO gisteren eerder de werkplek. Ze gaven aan dat ze pas weer aan het werk zouden komen als hun salaris was gestort. De directie verzekerde hen dat hun geld vandaag in orde zou zijn.